Goedemorgen kijkers, welkom bij Auto Ciro. Audi A4, het nieuwe type, het gefacelifte model. Je ziet een nieuw kenteken. Dat komt omdat we deze auto geïmporteerd hebben uit België. Rechtstreeks vanaf de leasemaatschappij, Alphabet Lease. Volledige onderhoudshistorie zit erbij, heb ik eventjes uitgeprint. Laten we zo even zien. Hiermee kunnen we aantonen, wat heel belangrijk is bij een importauto, dat de kilometerstand kloppend is. Als de auto bij ons binnenkomt, gaat hij direct naar de werkplaats, wordt hij technisch ingenomen. Mocht er iets niet goed zijn met de auto, dan kunnen we dat verhalen op de leasemaatschappij. We zijn dus gewaarborgd van een goede auto. Vervolgens doen we het hele importtraject, de RDW-keuring, de BPM-afdracht. Belangrijk om op te merken, mocht er een naheffing van de BPM komen, is die voor onze rekening, omdat wij de importerende partij zijn. Dat is eigenlijk al reden genoeg om een importtraject aan ons over te laten. Dit is echt een supermooie auto, een S-Line. Mooi de grill erin, de LED-verlichting. Lichtmetalen velgen, onbeschadigd met de donkere binnenkant. Nachtblauw metallic, hele mooie kleur voor de auto. Originele privacyglas, de dakreling, de chroomomlijsting. Gewoon helemaal zoals die moet zijn. Gaan we even naar het interieur. Lederen stuurwiel, automaat met schakelflippers. Sportstoelen, bekleding, alles is gewoon keurig netjes. Daarnaast van alle gemakken wel voorzien. Onderhoudshistorie, je ziet dat de AdBlue is bijgevuld. Dat betekent dus dat dit een Euro 6 motor is. Voor je beeldvorming, Euro 5 is nu goedgekeurd tot 2025. Daarna mag een gemeente zelf beslissen wat ze ermee gaan doen. Dus ja, ik denk 2030 gaan ze misschien wat van Euro 6 vinden. Maar dan heeft u de auto waarschijnlijk niet meer. Hoewel ze in theorie wel zo lang mee kunnen. Hier ook een mooie chroomstrip, parkeersensoren achterop. Elektrische achterklep. Witte nummerplaat. Dat verraadt dat hij ook een trekker heeft. Hier zit het knopje. Kijk eens, daar komt hij onderuit. Supermooi accessoire. En natuurlijk, de diesel is natuurlijk ook een ideale trekauto. Hij is volledig schadevrij. Een echte auto met een hele mooie uitstraling. Perfecte staat van onderhoud. Eén eigenaar of één bereider. Altijd dealeronderhoud genoten. Hij staat al op Nederlands kenteken. De prijs is inclusief BTW, BPM. Alles zit er gewoon bij. Dus wat dat betreft echt de juiste. Mocht je nu een A4 rijden met misschien wel 400, misschien wel 500.000 kilometer. Dan is die 180 natuurlijk ook niet zoveel. Daarbij staat er heel veel onderhoud tegenover. Hier is alles al een beetje aan vervangen. En doordat hij wat hoger in de kilometer zit, kunnen we hem voor een hele scherpe prijs aanbieden. Heb je interesse gewekt? En wil je wat inruilen? App eventjes wat foto's. Maak hem een voorstel voor je. Zeg je, joh, ik wil de auto graag kopen met voorbehoud van bezichtiging proefrit. Geen probleem, maken we de offerte. Ben je het ermee eens, maken we de auto rij klaar. Kom je hier dan heen, ga je een uitgebreide proefrit maken. Nou, bevalt die, kan de auto direct mee naar huis. Bevalt die, om wat voor reden dan ook niet. Of je vindt de verkoper niet leuk, kan ik me niet voorstellen. Dan mag je hem laten staan. Dus we horen graag van je. Bedankt voor het kijken, hoi!